welkom bij deze nieuwe video. Oh my gosh jongens, ik leef voor deze rode haren. Is het niet te mooi? Ik heb echt mijn best gedaan om het vandaag goed er echt uit te laten zien. Dus zeg maar, wat vinden we ervan? Ik zal een linkje van de pruik beneden in de beschrijving plaatsen. Maar echt jongens, I love it. Super mooie pruik, I love het rood. Echt amazing. In ieder geval, vandaag gaat het niet over mijn haar. Vandaag gaat het over make-up tips. Want ik heb een aantal make-up tips die ik jullie vandaag ga vertellen. Die echt mijn make-up niveau naar een next level hebben gebracht. En het zijn ook echt een aantal nieuwe. Dus niet de cliché make-up hacks die iedereen al wel gewoon kent. Ik heb er nog een aantal dagen geleden eentje ontdekt omtrent de blush. En ik ga jullie gewoon vandaag al mijn tips en tricks vertellen die ik gebruik om mij dus helemaal op te maken. Waardoor ik er ook altijd zo mooi uitzie. Als jullie nou ook een aantal handige tips en tricks hebben om je make-up te doen, laat het ons weten in de reacties. En dan kunnen we zo allemaal elkaar helpen. En kunnen we er gewoon allemaal elke dag stralend en mooi uitzien. Dus ik ga jullie vandaag alles vertellen. Ik heb het ook al vandaag aangebracht. En ik ga jullie gewoon alles laten zien. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga beginnen met de allereerste tip. En op zich is dit een vrij bekende tip die bijna iedereen denk ik wel weet. Maar ik ga hem toch gewoon erin knallen, want ik vind hem zo belangrijk. En dat heeft te maken met het preppen van je huid. Je huid voor je make-up, hoe die eruit ziet en aanvoelt en alles, is super super belangrijk in hoe je make-up er later uit gaat zien. Als je je make-up aanbrengt op een hele mooie, zachte, egale huid, ziet je make-up er gewoon beter uit dan als je het aanbrengt op een crusty, dusty, droge huid. Hoe onze huid eruit ziet, hebben wij niet altijd in de hand. Ene persoon is geblest met echt een prachtige huid, terwijl de andere echt aan het struggelen is met acne en whatever. Maar wat we allemaal wel kunnen doen, is verzorging aanbrengen. En wat ik echt aanraad, voordat je begint met je make-up, is echt dagcreme en SPF. Allebei super super belangrijk en heb ik vandaag ook aangebracht en breng ik ook altijd aan. Qua dagcreme heb ik hier mijn Paula's Choice Skin Restoring Moisturizer. Moisturizer, zo belangrijk. Of je nou een vettige huid hebt, droge huid, het maakt helemaal niet uit. Ik persoonlijk heb een normaal tot droge huid, maar je huid moet hydratatie hebben. Ook al heb je een vettige huid. Ik weet dat mensen met een vettige huid het vaak overslaan, maar daardoor gaat je huid alleen maar meer vet aanmaken, omdat het anders te droog is. Dus breng altijd een dagcreme aan. Je mag echt best wel wat aanbrengen. En wacht ook eventjes een aantal minuten voordat je begint aan de volgende stap. Next stop is SPF. Als jij er nog jarenlang mooi, jong en gezond uit wilt zien, is SPF een cruciale stap. Heel veel vrouwen hebben ook spijt dat ze niet veel eerder zijn begonnen met het smeren van SPF. Ik gebruik ook altijd een hele hoge SPF 50. Maar op zich vanaf 30 is ook goed genoeg. Ik weet dat in een heleboel crèmes en make-up ook SPF zit. Maar dat is zo minimaal, dat is niet genoeg. Dus je moet ook altijd ingaan met een SPF. Deze heeft ook een SPF erin. Maar nogmaals, dat is gewoon niet genoeg. Altijd ingaan met een normale SPF. En SPF kan wat wittig en dikkig zijn. Dus zorg ervoor dat je echt een aantal minuten wacht. Het moet echt helemaal zijn ingetrokken. Ik heb die fout al wel eens gemaakt dat ik niet wachtte. En het verpestte mijn hele make-up als dit nog te nattig op je huid zit. Dus wacht echt een aantal minuutjes. Nou, dat was tip 1. We gaan verder met tip 2. En dat is primers mixen. Ik weet dat gezichtsprimer voor een heleboel mensen überhaupt al iets extra's is. Maar ik ga het nog extra door maken. Extra door? Is dat een woord? I don't know. Ik mix er 2 en dat maakt echt verschil. Ik mix altijd een meer normale primer met ook een pore filling primer. Mijn fave combo op het moment is deze. Ik begin altijd met de normale primer. Dit is de plankpil af van NYX. Deze is echt amazing. Maakt je gezicht zo lekker plakkerig. Ideaal voor de make-up. Het laat je stralen. Het boost ook echt. En het is echt oprecht plumping. Dus deze claim klopt ook echt. Deze breng ik aan over mijn hele gezicht. Ik wacht ongeveer een halve minuut. En dan ga ik in met mijn Benefit Professional. Je hoeft niet per se die te hebben. Je kunt elke Porifying primer gebruiken. Deze is ook heel goed van e.l.f. Mijn lichtje achter mij was niet aan. Nu wel. Ik vond het al wat donker. Maar deze is er bijna op. Dus ik ben hem aan het opmaken. Deze breng ik dan daarna nog aan. Letterlijk alleen maar op mijn poriën. Om het daar wat extra smooth te maken. Ik heb echt af en toe dat wanneer ik echt alleen maar inga met een normale primer. Dat juist mijn poriën nog groter lijken. En dat is echt niet wat je wil. Dus ik ga altijd nog in met zoiets. Breng dit echt niet aan over je hele gezicht. Alleen maar een klein beetje. Hier zo. Misschien ook een beetje op je kin. Waar je het gewoon moet hebben. Als jij dit aanbrengt op je hele gezicht. Wordt je hele gezicht super vettig. En gaat alles er gewoon zo helemaal afvallen. Dus doe dat vooral niet. Deze twee samen. Droomcombinatie. En wacht dan ook weer een minuutje of 1, 2. Oké, dan is het tijd voor foundation. Dit heeft
in principe te maken met de concealer. Een probleem die ik heel vaak hoor is mensen die klagen over dat hun concealer creased. En dat willen we niet. Je wil niet dat hij hier helemaal gaat creasen en weet ik veel wat. Je wilt het gewoon hier helemaal zo mooi smooth hebben. En het begint al met de foundation, want breng het niet aan waar je de concealer gaat aanbrengen. Hoe meer lagen je aanbrengt, hoe dikker het wordt en hoe groter de kans dat het gaat creasen. Dus ik breng het altijd gewoon helemaal aan over mijn hele gezicht. En dan precies hier zo waar de concealer komt, daar breng ik gewoon helemaal niks aan en laat ik gewoon helemaal open. Dus doe dat vooral. Vooral als je een wat oudere huid hebt, is dit heel belangrijk. Want dan heb je al heel snel dat het zo hier helemaal zo in de lijntjes gaat zitten. Ja, en dat wil je gewoon niet. Oké, dan concealer. Als je mijn laatste Catrice video hebt gezien, dan heb je deze hack al gezien. Maar dit is iets wat ik nou net doe. En ik mix ook weer twee concealers. Ik weet, jongens, het is allemaal heel extra. Maar als je echt je next level make-up wilt hebben, zijn het allemaal cruciale stappen. En dat is eerst ingaan met een brightening concealer. Die ik heb is van W7. Deze is echt amazing. Heeft ook zo'n lichte roze ondertoon. Lichte roze ondertoon is geweldig als je wilt verhelderen. En ik persoonlijk heb hele donkere binnenste ooghoeken. En ik heb heel vaak dat gewoon concealer niet eens genoeg is om die helemaal te bedekken. Dus ik ga eerst in met een brightening concealer. Die brengt gewoon aan op precies de donkere hoeken die ik heb. Breng het gewoon aan waar jij het verlicht wilt hebben. Ik heb het dus gewoon precies daar. En dan dep ik het in met een spons. Dep het echt in. Ga niet gewoon in met een andere concealer er overheen gelijk. Dep het echt in de huid, want dan blijft het ook goed zitten. Daarna ga ik in met een normale concealer. Ik breng die gewoon letterlijk aan alsof ik het gewoon normaal doe. Ik ga er ook gewoon echt overheen. En deze truc geeft mij net dat beetje extra dekking en verlichting die ik dus wil hebben. Als je nou misschien iets hebt van Sarah, breng gewoon ietsje meer concealer aan. Heeft geen nut en het wordt te dik. Dat heb ik heel vaak gedaan. Maar wanneer ik te veel concealer aanbreng, gewoon mijn normale, dan wordt het hier helemaal zo dikkig. En ja, en dat ziet er gewoon echt niet uit. Dan nog een tip om het niet te laten creasen is, bijna iedereen in ieder geval gaat daarna in met een poeder. Ik hou echt van baken. Het maakt zoveel verschil. Baken met een poeder maakt echt super super veel verschil. Wanneer ik dat niet doe, ziet mijn make-up er echt gewoon wat minder goed uit. Wat is dat nou? Dat is gewoon heel veel poeder aanbrengen hier zo op de concealer. Maar voordat je dat doet, zorg ervoor dat alle creases weg zijn. Dus ik ga altijd nog in met mijn beauty blender en dan haal ik de creases weg. En dan zo snel als ik kan, ga ik in met de poeder, want anders gaan de creases weer terug. Breng jij poeder aan op creases, dan ga je ze letterlijk gewoon vastlokken. Dan heb je gewoon letterlijk je creases vastgelokt en die blijven dan ook gewoon de hele dag zitten. Dus zorg er echt voor dat je die eerst wegdept met een spons. En dan nog een extra stap. Ik weet dat jullie zijn me echt zat, maar dat is brightening poeder. Deze van Essence is echt de beste. Ik heb hele turen gehad die slechter waren dan deze van Essence. I love it. Het is een lichte verhelderende poeder en hij is echt geweldig. Ook vooral naar je neuscontour. Ik doe dan altijd eerst dat en dan ga ik in met deze poeder. Gewoon zo precies onder mijn ogen. En ik ga ook een klein beetje zo op mijn neus. En dat gaat er ook voor zorgen dat je neus smaller lijkt. En dat is altijd wat ik wil. En dit geeft extra dekking en verlichting. En het maakt het hier zo smooth. Veel, veel smoother dan als ik het niet doe. Dus deze is echt fantastisch. En je bent ook gelijk meer wakker en meer opgepept, zeg maar. Dan iets wat ik al heel lang doe. En wat ik ook al heel vaak aan jullie heb verteld. Maar ik vind het zo'n cruciale stap dat ik het vandaag ook weer moet vertellen. Wanneer je al jouw basis make-up en poeders hebt aangebracht, ga dan in met een fixing spray die extreem hydrateert. Jullie weten, mijn fave is gewoon deze van de Action. Is like 2 euro of zo. Kost echt geen rol. Deze maakt je gezicht helemaal nat. Het maakt niet uit welke je gebruikt, als het maar iets is wat echt heel waterig is. Dus heel nattig maakt. En als je dan die zo spreekt, alles smelt helemaal in de huid. Jongens, als jij dit niet doet, ziet jouw gezicht er echt super cakey uit. En dat is ook een probleem die ik echt heel vaak hoor. En hiermee is dat probleem echt opgelost. Dus ik spray. En dan ga ik in met bronzer, blush en al die dingen. Maar dit is echt een cruciale stap en ik kan niet zonder. Dan mijn allernieuwste hack die ik echt net heb ontdekt. En dat is blush aanbrengen met een spons. En niet cream blush, maar gewoon een normale poederblush. Jongens, dit heeft mijn blush game echt naar de next level gebracht. Jullie weten, ik hou altijd wel van een aanwezige blush. Ik hou van een heftige blush. En ik hou ook echt van roze. Dat vind ik altijd heel mooi op mijn huidskleur. Maar heel vaak met een blush kwast breng je gewoon te veel aan. En dat is gewoon niet mooi. Dus nou ga ik voortaan in met mijn spons. En dan breng ik het gewoon zo aan op mijn wangen. En zoals je kunt zien, brengt je het dan echt gewoon perfect aan. Niet te veel, gewoon echt helemaal
helemaal zo perfect op mijn wangen. En het geeft echt een gelift effect. En wanneer ik het gewoon met een kwast aanbreng, is het al heel snel te veel. Ik ga veel te veel richting het midden van mijn gezicht. En je hebt dan ook gewoon heel snel te veel aangebracht. En kijk even dit verschil. Het is gewoon alsof bij de helft van de normale kwast mijn gezicht helemaal is ingezakt. En bij de andere kant is het echt helemaal zo mooi gelift. Het is echt een super duper groot verschil. En ik heb hier nooit echt aan gedacht. Maar ik had dus gezien bij de MUA van Georgina, de vriendin van Ronaldo. Ik had dus bij hem gezien dat hij dat dus zo deed. Dus ben ik het ook gaan doen. En het maakt echt een wereld van verschil. Echt, I love it. Dan, om je neus nog smaller te laten lijken. Ideaal als je net bent ingegaan met neuscontour. En dat is highlight je neus. Heel veel mensen doen dit niet, want dat vinden ze niet mooi. Want dan is het gewoon alsof je gewoon een streep highlight zo hebt op je neus. Maar de truc is dus om het niet gewoon zo aan te brengen in een hele streep. Je brengt eerst een stipje aan op je neus. En dan een heel klein beetje bovenaan, waar het zo naar binnen gaat. Net onder je wenkbrauwen. En dan gewoon uitblenden met je vinger. En dan heb je niet zo die hele streep. Dus je brengt gewoon letterlijk zo poep poep hier aan en hier aan. Een beetje uitblenden en klaar. Dat maakt ook echt een heel groot verschil. En nou heb ik niet zo'n rare streep op mijn neus. Last but not least is lipstick. Rode lipstick. Hoe krijg je nou de perfecte rode lip als die ik vandaag heb? Iets wat je echt niet moet doen, vooral niet met een hersengekleurde lipstick, is alleen maar lipstick aanbrengen zonder lippotloodje. Lippotloodje moet. Ik gebruik die altijd ook met nude lipsticks. Maar vooral met hele felle kleuren moet dat echt. Want als je liplijn niet strak is, valt het gewoon echt op. Vooral als je lippen rood zijn. Wat dan ook veel mensen doen, is dezelfde kleur gebruiken. Ik heb hier van MAC Ruby Woo, zowel lippotloodje als de lipstick. En als je die gewoon met elkaar aanbrengt, heb je een hele mooie lip. Het is oké. Veel mensen zullen het er gewoon echt heel mooi uit vinden zien. Maar als je wel eens naar van die vrouwen kijkt en je hebt iets van, wat heeft zij een mooie rode lipstick? En je weet gewoon niet precies wat het zo perfect maakt. Ik weet dat wel. En dat is dus in gaan met een iets donkerdere kleur als lippotloodje. Dit is van Huda Beauty, de kleur Vixen. Als je hiermee ingaat en dan met een lichtere rode lipstick, heb je zo die prachtige ombre lipcontour. En het is zo mooi en het maakt zo'n groot verschil. Het is veel netter, het is veel strakker en het is gewoon overal een beter uitziende rode lip. Dat is echt een trucje die je rode lip echt naar de next level brengt. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de hele video met mijn meer recente hacks. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. Laat me jullie tips en tricks weten beneden in de reacties. En laat me weten wat je vindt van de video. Heb je hier iets aan gehad? Was er iets wat jij al doet? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. En laat me weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. En ik ben echt nog steeds obsessed met deze haar. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierom te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!